zijn verwachtingen daar rond was, ik wou eens ontdekken, ik wou eens ervaren wat dat was om dan niet mijn eigen auto te gebruiken, maar een deelauto. Want op termijn zal ik mijn eigen auto wegdoen, ik moet een andere optie zoeken. Mijn auto die is al een aantal jaren oud. Ik had al nagedacht om autodelen te doen, omdat dat eigenlijk ook wel in de buurt aanwezig was. Het voordeel voor mij was eigenlijk dat ik nagedacht had over mijn wagen weg te doen, omdat wij nog met twee wagens rijden. Maar eigenlijk meer nadenken over in de toekomst van hoe gaan we meer milieubewuster omgaan met vervoer. Wat ik er een groot voordeel aan vond was, je hoefde geen zorgen te maken, alles is in orde met een auto. Zoals mijn situatie, ik had een spat en band, dat wordt allemaal direct opgelost, dat is geen probleem. De VAB was hier heel snel ter plaatse en nu zijn ze mijn band aan het repareren. Ik ben heel tevreden. Een afstand voor een auto te gaan halen. Ik ben een wandelaar, ik wandel heel veel, maar het idee van zo ver te moeten stappen voor een auto te gaan halen, dat zit niet in mijn mindset. Ja, een wat ik ook van de mindere punten vind, is ook dat reserveren van hoe lang. Dus gelukkig kan ik dat bij Cameo gemakkelijk wel bij reserveren, maar ik vind dat heel moeilijk om mijn tijd in te schatten. Ik heb het een keer uitgerekend eigenlijk, van uw benzine, uw autotax, uw verzekering. En ik heb dan uitgerekend, als ik juist gerekend heb, als ik 3 keer in de week autodelen zou gebruiken, kom ik goedkoper uit dan dat ik met mijn eigen auto rijd. Het gaat zeker een markt voor zijn, ja. Zeker. En ik denk ook het redeneren van jonge mensen is totaal anders dan wij deden. Die gaan er meer behoefte stellen. Ja, er is wel een evolutie. He. Zeker hier in Gentse. Het deel van autodelen, dat zullen jullie beter weten, is enorm aan het groeien.